Gefeliciteerd Sven, dat je papa bent geworden. Papa Sven, dat moet een bijzondere week voor je geweest zijn. Ja, natuurlijk is dat mooi. Ik zeg net nog, ik kwam met een lach binnen. Maar ja, nu, kloten gewoon dat je zo de competitie begint met een nederlaag. Frans van Gesthuizen, je hebt al met heel veel mensen van de pers gepraat. Als je nou zelf bij de pers zou werken, wat zou dan een goede krantenkop bovenaan de krant kunnen zijn als die gedrukt wordt morgen? Poeh, dat ligt eraan welke tendens je wil gebruiken vaak in de pers. Nou, welke tendens gebruik jij? Ja, ik zou na één wedstrijd een positieve tendens neerzetten en zeggen dat een heel jong NEC verliest van Eindhoven. Kijk, ik denk dat we goed starten aan die wedstrijd. En je ziet het ook, binnen een paar minuten staan we 1-0 voor. Hè. We, een mooi spandoek. Ja, ik denk dat we dat wel hebben laten zien begin van de wedstrijd. En het is gewoon zo zonde dat je dat niet doorzet. Ja, ik denk als je kijkt naar de kansenverhoudingen, denk ik niet dat er heel veel kansen zijn geweest. Ik denk dat zij meer grip hadden op het middenveld. Ik denk dat daar het probleem was, waardoor zij wat makkelijker aan de bal waren. En wij echt twee momenten, zeker de eerste helft een moment hadden waarin wij problemen hadden aan de linkerkant. Met Branko van de Bomen vooral, goede speler, hadden we moeite mee. Dat kostte ons ook een goal. Nou, daar hadden we een tik gekregen. En de tweede helft hadden we daar iets meer grip. Alleen ja, niet genoeg om de wedstrijd te controleren. En dan merk je wel, één momentje kost je de wedstrijd. Dan kunnen we naar de scheidsrechter gaan kijken, maar dat lijkt me niet fair. Ik heb het niet teruggezien. We moeten daar zelf dingen beter doen. En daarop verlies je die wedstrijd. En of dat helemaal terecht is, ja, durf ik niet te zeggen. We gingen dan het gelijkspel ook wel volstaan. Maar wij hebben ook een aantal dingen gewoon niet goed gedaan. Nee, dat is wat ik zeg. Kijk, je komt er bij 1-1 in. En met goede hoop dat dat dan zo'n scenario voordoet waar je van droomt. En inderdaad wat je zegt, ik had nog geen bal geraakt en krijgen we een penalty tegen. Ja, dat is natuurlijk zuur. Ja, en vervolgens komen we niet echt. Ja, eigenlijk alle fases in die wedstrijd zijn dan voor hun. Hè, weet je wel, vrij trapjes. Dan zit het ook allemaal tegen. Komen we niet meer echt tot zo'n offensief wat we wilden. En ja, dat is gewoon zuur. Nou, wat ik zei, de eerste helft begonnen we heel goed. En daarna hadden we natuurlijk wat last van die tegengoal. Die deed wel iets met de jongens. Ja, daarin is het ook wel afwachten hoe zo'n groep dan reageert. Dat is voor de eerste keer een jonge groep. Ja, die krijgen een tegenslagje. Nou, daarin, wat ik zei, hadden we wat minder controle over die wedstrijd. En hebben we in de rust wat dingen anders neergezet. Hadden we iets meer controle in de tweede helft. Maar niet genoeg om Eindhoven echt achteruit te drukken. Constant wel op onze hoede moeten zijn voor hun middenveld. En uiteindelijk voor het vervolg. Dat had beter gemoeten. Net zoals eigenlijk voorgaande jaren bij NEC. Eén tegenslag en het valt als een kaarthuis in elkaar. Ja, kijk, dat is makkelijk omdat nu weer... Kijk, dit is gewoon wat ik zeg. Het is gewoon echt jammer dat je gewoon jezelf wederom niet beloont. Toch prima. Eigenlijk na die 1-1, dan zijn we wel van slag. Ik denk dat ook Eindhoven wel wat beter in de wedstrijd kwam na dat moment. Maar ja, je moet altijd bij jezelf beginnen. En dat doen wij niet goed, nee. Wat nu is dan mijn slotvraag, omdat ik voor jou kan vragen als persoon, maar ook als team. Hoe zie jij de toekomst voor jou bij NEC? Wil jij bij NEC blijven tot aan de transfer deadline van 31 augustus? Ja, ik heb hier 4 jaar getekend toenertijd. En ik heb nog niet het gevoel dat ik hier alles heb laten zien wat ik kan. En natuurlijk doen er in het voetbal zich mogelijkheden voor om jezelf te verbeteren. Hè. Denk aan Emmen. Ja, bijvoorbeeld. Was dat ook een samenloop van omstandigheden. Ik ben hier bij NEC en ik heb een heerlijke voorbereiding gedraaid. Ik ben fit. Ja, weliswaar vandaag wat minder, hè? Maar ik heb het hier nog altijd naar mijn zin. Hè? En je ziet het ook met die supporters, hè? Dat geeft je toch een boost. En waar ze me nog niet vergeten, gelukkig. Ik hoop dat je met de glimlach die je nu hebt ook het pand weer verlaat. Alleen al denkend aan het feit dat je dit weekend van de kleine kunt gaan genieten. Ja, ik rijd dadelijk naar huis en dan zie ik hem weer. En dan, dat is natuurlijk mooi. Het is even zuur, maar het is de eerste wedstrijd. En er komen er nog zoveel, dus... we gaan ons verbeteren. Het woord tikvalt hoor ik jou bij de vorige vraag zeggen. En dan denk ik meteen terug aan de vorige seizoenen bij NEC, waar ook doelpunten tegenvielen. En daarvoor goed gespeeld werd. Vervolgens valt het dan, spreekwoordelijk gezien, als een kaarthuis in elkaar. Dat gebeurt vandaag ook een klein beetje. Is dat iets mentaals? Is het iets binnen de club? Is dat iets met druk? Hoe kun je dat verklaren? Jij bent nieuw hier. Jij ziet dat ook voor het eerst. Daarom kan ik niet oordelen over vorig jaar. Als kaartenhuis vind ik wel meevallen. Alleen je ziet wel dat we wat balans missen in het elftal. Verschillende soorten spelers in het elftal die je moet hebben. Nou, een van die balansen is leeftijdsbalans. Hè. We hebben heel veel jonge jongens. Weinig in de middencategorie, weinig in de oudere categorie. Die jongens moeten dus ook aan de hand genomen worden. En dat, een tik was het wel. Ik vond niet dat als een kaartenhuis in elkaar viel. We verloren erin wat grip op de wedstrijd.
Ik wil even terug naar de week zelf. Je wordt vader en een paar dagen later komt het bericht. Je bent niet helemaal fit doordat je slapeloze nachten hebt gehad. Hoe is dat precies tot stand gekomen dat je dan vandaag op de bank begint? Nou ja, goed. Dinsdag zijn wij naar het ziekenhuis gegaan. En het was een zware bevalling, letterlijk. En we hadden gehoopt dat sneller zou gaan. Nou ja, dat is niet zo. Dus heel weinig slaap inderdaad. En ik had gehoopt donderdag te kunnen trainen. Dat was afgesproken. Als ik donderdag zou trainen, dan had ik gewoon kunnen starten. Dat heb ik niet gehaald. Zo simpel is het. En ze hebben mij gevraagd hoe ik erin sta. Of ik dan wel bij de selectie wil zijn. Voor zo'n fase waar wij met dat gelijke spel, waar we dan nog iets willen bereiken. Nou ja, dat doet zich dan voor. En jammer dat het dan niet zo uitpakt hoe je dat van tevoren hebt gedroomd, bij wijze van spreken. Ik maak eruit op dat je zelf hebt aangegeven bij de teamleiding, bij de trainers, van ik denk dat ik beter niet kan starten, ik denk dat ik niet fit genoeg ben. Nou, ik heb dat niet aangegeven. Ik heb alleen aangegeven dat ik donderdag niet zou halen met de training. En ze hebben daar die keuze uiteindelijk dan ook gemaakt, wat ik natuurlijk begrijp. Tot slot, Sven Braken. Hij begon op de bank. Veel over geschreven de laatste dagen. Hij is papa geworden. Hij kon daardoor niet spelen. En je kiest voor Romani. Net stond Sven hier ook voor de camera. En hij zei, ik had wel willen spelen, maar ik respecteer het besluit van de trainers. Had je achteraf gezien, dat is makkelijk praten, natuurlijk Sven niet beter in de punt van de aanval kunnen zetten, gezien het optreden van Ole? Nee, want ik weet niet wat Sven allemaal verteld heeft. Sven heeft ook gisteren een appje gestuurd met ik ben niet fit genoeg om te kunnen trainen. En dat is een dag voor de wedstrijd. Heeft hij ook aangegeven, maar hij zei dat neemt niet weg dat ik wel had willen spelen als de trainers me dat gevraagd hadden. Nou ja, goed, kijk, je hebt natuurlijk een voorbereiding. Daarin heeft Ole zich ook gemanifesteerd. En in principe had Sven daar natuurlijk wel gespeeld. Alleen hij heeft vanaf maandag niet meer getraind. He, dus mist hij zijn keer een training, daar kun je nog eens kijken. Maar hij gaf nu zelf aan, ik ben echt niet fit genoeg na twee nachten slapen om op donderdag te trainen. Dan is de automatische consequentie dat Ole dan speelt. Maar dan doe je Ole mee tekort. Ole heeft gewoon een hele goede voorbereiding gedraaid. En hebben we Sven achter de hand. Dus dat was volgens mij een logische keuze. Succes de komende tijd. Dankjewel. Ja, dankjewel.